Het openbaar vervoer is voor iedereen, maar voor sommigen kan gebruik maken van het OV lastig of verwarrend zijn. Vooral senioren hebben soms moeite met uitdagingen die ze hebben in het openbaar vervoer. Speciaal voor hen is het OV-inloopspreekuur in het leven geroepen. Wij zijn OV-ambassadeurs die proberen mensen met een lichte mobiliteitsbeperking. Dus dat zijn vooral ouderen, maar kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld het Nederlandse taal niet goed wijs zijn. Om die te helpen met het OV. Iedereen met een vraag over het openbaar vervoer kan terecht bij het inloopspreekuur. Het gaat vooral over, ik heb geen OV-chipkaart of mijn OV-chipkaart is verlopen, wat kan ik nu doen? Bijvoorbeeld samenreizen, de samenreiskorting is veranderd kort geleden. Dus dat is best ingewikkeld geworden en we proberen dan heel rustig de mensen erbij te helpen. Het inloopspreekuur wordt ondersteund door Inclusio Leiden. En wij weten vanuit deze wijk, er is veel openbaar vervoer mogelijk, maar we weten ook uit ervaring dat veel ouderen het spannend vinden. Dus voor ons was dit een hele mooie binnenkomst om dit samen te organiseren. Mondjesmaat komen mensen vaak bij ons binnenlopen om te vragen hoe het gaat. Of wij merken dat mensen niet naar dingen gaan buiten de wijk, omdat ze dan met het openbaar vervoer moeten en dat dan spannend vinden. Buurtbewoners kunnen op verschillende momenten aanschuiven. We zitten hier elke tweede dinsdag van de maand. En elke vierde donderdag van de maand zitten we in de Merenwijk, ook in het buurthuis.